Het geloof dat genade verheerlijkt. 1 juni. Ik doe de genade van God niet teniet. Galaten 2, vers 21. Als kleine jongen stond ik eens in de branding. Plotseling had ik geen grond meer onder mijn voeten. En het voelde alsof ik in een mum van tijd midden in de oceaan terecht zou komen. Het was verschrikkelijk om mee te maken. Ik probeerde de situatie onder controle te krijgen en uit te vinden waar ik heen moest om weer boven water te komen. Maar ik kon niet bij de grond en de stroming was zo sterk dat ik niet kon zwemmen. Ik was sowieso al niet zo'n goede zwemmer. In mijn paniek dacht ik maar één ding: wie kan me helpen? Maar daar onder water kon ik niet eens roepen. Toen voelde ik plotseling mijn vaders hand die mijn bovenarm als een bankschroef omklemde. Het was het heerlijkste gevoel van de wereld. Ik gaf me volledig over aan zijn kracht. Ik kon mijn geluk niet op, want hij had me vast. En ik liet me meevoeren. Het kwam niet in me op om te doen alsof de situatie eigenlijk niet zo hachelijk was, of om nog wat extra kracht aan die van mijn vader toe te voegen. Het enige wat ik dacht was: ja, ik heb u nodig. Dank u. Ik heb bewondering voor uw kracht. Ik ben zo blij dat u hebt ingegrepen. Ik houd van uw houtgreep. U bent de beste. In zo'n situatie waarin je je in liefde helemaal overgeeft, is het onmogelijk om in jezelf te roemen. Je in liefde aan iemand overgeven, dat is geloof. En mijn vader was de belichaming van de toekomstige genade waarnaar ik onder water verlangde. Dit is het geloof dat genade verheerlijkt. Als we erover nadenken hoe we als christenen horen te leven, moet de belangrijkste vraag zijn: hoe kan ik Gods genade verheerlijken, in plaats van die teniet te doen? Paulus beantwoordt deze vraag in Galaten 2, vers 20 en 21. Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Waarom doet Paulus Gods genade niet teniet? Omdat hij leeft door het geloof in de Zoon van God. Geloof vestigt alle aandacht op deze genade en doet haar niet teniet, maar verheerlijkt haar. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.